we matchen. We hebben allebei een jurk aan. Ik weet niet hoeveel. Jij hebt echt een prinsessenlijn. Een Soerkana jurk. Ja, hartstikke leuk. En dit is volgens mij een King Louis zeker. King Louis. En dit is allemaal. Die van jou komt zeker ook bij Edith van het Lam. Ja. Alles komt bij Edith van Ik heb van net het ontdekt lam. Dat Edith van achternaam Schaap heet, maar dat wist ik dus helemaal niet. Daarom en ze haar winkel heet het Lam. Ja. Nou, dus ik heb ook een nieuw jurkje. Ja, hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Staat je heel goed. Dank je. Dan ga ik nu zo zitten. Ja, want kijk, dit zijn wel van die jurken waarbij we niet aan profiel, maar waarbij we vooral frontaal. Ja. Oh, ben je aan nieuwe sokken begonnen? Nu de jaksokken. Ja, precies. En vind je schattig? We moeten even beginnen. Oh, ja. Wacht. Van harte welkom bij deze aflevering van Timsalot. Het huis van handwerken. Mag ik je even voorstellen? Dit is Dini. Dit is Lea. En wij presenteren een programma met verschillende rubrieken. Heel kort even, hoe is het met de date-update? Oh ja, de date-update, nieuws van het datefront. Nou, we zijn in het zomerreces. Er is geen nieuws van het datefront. Er is geen belangstelling, bedoelt u? Ik krijg wel wekelijks 3 mannen toegesmeten vanuit het algoritme. Van 88 weer? Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk hoe sommige mensen totaal geen kijk op zichzelf hebben. Ja. Ja. Hoe kun je je dan nog aan willen melden? Dus geen nieuws van het datefront. Maar ik ben in voorbereiding op een campervakantie. Oh. En vorig jaar heb ik zomaar vakantieman ontmoet. Ja. En hoewel ik nu zeker weet dat ik vakantieman niet zal ontmoeten deze zomer. Oh. Hoop ik toch weer op een andere Maar je gaat toch naar dezelfde vakantie? Ja, ik ga naar dezelfde camping. Vakantieman zal daar niet zijn. Oh. Maar kijk, vakantieman is eigenlijk ook Fimi. Inwisselbaar. Oh ja, ja iedereen, de ene vakantieman iedereen kan een vakantieman. Kan zomaar de andere vakantieman Vroeger zijn. Vroeger had je vakantieliefde en nu heb je gewoon een vakantieman. Ja, dat kan best. Dat is een soort categorie, dat kan ieder jaar. Ja. En, kan ieder jaar. Ja, en hoe meer je op vakantie gaat, hoe meer kans. Vakantiemannen. Op een vakantieman. Ja. Ja, hoewel ik laatst weer, een poosje geleden, was ik al met de camper even naar Oost-Groningen. Bierum. En daar waren 1, 2, 3 andere campers waar en een Duits stel met een enorme caravan. Was dit ook een naaktcamping? Nee. Oh, ik zie jou ineens helemaal nakend in het achterbakje. In de stromende regen. Ja. Maar, dus er waren 2 Duitse stellen, vrienden van elkaar, en 1 Nederlands stel en een stel in de caravan, een Duits stel. En bij al die stellen dacht ik, oh god, ik ga nog liever dood. Dan die man. Ja, ja. Maar ja, als er geen eenzame mannen komen, heb je er ook niks aan. Nee, maar ja, ook al komen er eenzame mannen. Ja, en daar is wat mee, want eigenlijk alle loslopende mannen is wat mee. Dus geen... Dat heb ik ook eens gezegd en toen reageerde er iemand heel verontwaardigd. Want waarom? Die was nog niet zo lang geleden gescheiden. En hij was toch eigenlijk best een hele leuke man. Van wie ze gescheiden was? Nee, die man zei dat. Ik zei, alle loslopende mannen naar mijn keer te gaan. En toen zei hij, nou, dan markeert toch niks aan mij. Want hij was net gescheiden. Ja, maar daar weten we niks van. Nee. En bovendien, die man zal binnen de kortste keren wel weer met een andere. Ja, hij heeft al een andere. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan kunnen we dit afsluiten, neem ik aan. Dan komen we nu bij de volgende rubriek. Ik heb al een boek. Ik heb net een boek uit. Heb je het bij je? Nee. Ach. Ja, maar je hebt me ook niet voorbereid op deze rubriek. Je weet toch dat we altijd deze rubriek doen? Nee, we hebben deze rubriek niet, nog nooit gedaan. Nee. Ja, van toen met die schippersvrouwen heb ik een boek besproken. Oh, nou ja, dat is jaren geleden zeg. 3 weken. Ik heb al een boek. Ik heb een fantastisch boek uit. Vertel.
En het boek dat is van de schrijfster Sascha Bronwasser. En het gaat over Parijs. En over een au pair. Echt alles waarvan ik dacht, oh nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Hoe heet dat boek? Hoe kwam je dan aan dat boek? Dat heb ik gekregen van Pratjo Magreet op mijn verjaardag. Mm-hmm. En dat is me toch een goed boek, jongen. Hmm. Even kijken. En je leert inderdaad Parijs helemaal door en door kennen. En het gaat inderdaad de hele tijd... Luister heet dat boek. Hmm. Het gaat de hele tijd over een au pair. Alles waarvan je denkt, ik wil dit niet. Maar het was een geweldig boek. Hmm. Was het een Nederlandse au pair? Ja, nee, ja, een Nederlandse au pair... het is een heel ingewikkeld, hele ingewikkelde vertelling. Maar het is duidelijk vanuit het Nederlands perspectief geschreven. Hmm. De schrijfster is ook Nederlands. Ja. Hmm. Ja, geweldig boek. En daarvoor had ik ook al zo'n fijn boek. Oh ja, dat is alweer een tijdje geleden, terwijl ik daar in Groningen was, heb ik deel 3 gelezen van Matthijs Deen, die een hele beroemde literaire schrijver is. Maar die schrijft nu thrillers, en dat zijn een soort waddende thrillers. Dus dat gaat niet alleen over ons waddengebied, maar ook over het Duitse waddengebied en over Borkum. Plekken als Borkum en Cuxhaven en Wilhelmshaven en weet ik veel. En dat gaat altijd maar over schepen. Het gaat eigenlijk over een rechercheur politieman. Die heet Cupido. En daar ben ik eigenlijk heimelijk verliefd op die man. Hij heeft ook een hond, Vos. Dat vind ik dan weer eigenlijk minder. Want ik hou niet zo van een hond. Maar goed, ik hou hoop op deze man. Hoewel hij nu ook verkering heeft met een vrouw. Die heet Mirjam. Maar dat zijn zulke geweldige boeken. Staat wel op een... Volgens mij staat er wel op. Maar je blijft zitten. Ik zie een rode vlek. Oh, als dat het is, dan is het goed. Ja. Ja, toch? Op de duur moeten we een verrek kijken. Om te kijken of we wel op een. Nou ja, dus dat... De eerste ging, geloof ik, over een verdronken duiker. Er was er een over een watloper. En nu ging het over iemand van de reddingsbrigade. En die boeken die zijn zo goed... Mm-hmm. Hoe heet hij nog even? Matthijs Deen. Oké. Okay. En er komen er nog meer. Oeh. Dus we gaan een serie opbouwen. Had ik ook al zo'n fijn boek. En terwijl ik ben aan dat boek begonnen, omdat ik dat, dan had ik, oh ja, toen heb ik ook nog gelezen van, Frank Nellen, De Onzichtbare. Wat lees jij veel. Ja, maar ja, dat heb je als je met pensioen bent. En sinds ik probeer te minderen met de drank, oh ja. kan ik s'avonds veel meer, veel langer lezen. Rook je ook nog? Ja, daar ben ik net mee opgehouden. Alweer? Ja, alweer. Ja. Hm. Was dit het? Ja. Oké. Okay, dus en jij? Nee, ik zit nog steeds in een boek, maar het is een beetje een vreemd boek. Ja. Oh, dus ik doe deze rubriek niet omdat jij heel enthousiast wilde vertellen over een boek waar jij mee bezig bent. Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, het is omdat we de rubriek doen. Oh, ik heb al een boek. Ik heb al een boek. Ja, hebt 3 boeken gelezen. Leuk. Ik heb al een boek. Hmm. Ja. Nou, heb je wel gezien hoe mooi ik dit broodje eet? Met mijn lippenstift. En mag jij dit broodje wel eten? Ja, dit is een suikerbolletje. Ja. Er zitten trouwens geen harde stukjes. Ten eerste wil ik het niet eten, want ik verafschuw suikerbrood. Lekker suikerbolletje. Maar jij had toch helemaal een suikervrije week? Ja, maar ik heb hier ook zo helemaal niks aan toegevoegd aan dit suikerbolletje. Ja, nee, die suikervrije week, dat is al achter de rug. Hoe was dat? Heel gedoe. Ja. Het is me ook niet helemaal gelukt, want ik vond het soms zo moeilijk. Dus dan pakte ik iets beter en dacht ik, oh ja, shit, die zijn ook suiker in. Het zit bijna overal in. Mm. Dus, nou ja, dat is niet helemaal gegaan zoals ik gehoopt had. Overal zit suiker in. Ja, maar als je eenmaal die hele... Maar trouwens, in een suikerbroodje valt wel mee. Als je eenmaal die omschakeling gemaakt hebt, ja. Dan ben je daaraan gewend. Mm. En voel je je beter daarna? Nee.
Oké, nou dat waren de rubrieken. En wat gaan we doen in dit filmpje qua handwerken? Want we zijn een fan verloren omdat we nooit meer handwerken. Ja. Vinden we heel erg. En eigenlijk op zich droog gezien snap ik dat ook wel. Want we handwerken ook niet. Nou, we handwerken best wel veel, maar niet meer. Ja, precies. We handwerken buiten onze ontmoetingen om. Ik heb bijvoorbeeld net weer een hele leuke week achter de rug met het maken van allemaal zakjes voor de haringen en de scheerlijnen en alles voor de camper. Want ik had, er waren zakjes, die waren nog door mijn moeder genaaid. Nou, die moeten wel 50 of 60 jaar oud geweest zijn. En er waren scheuren in en vieze vlekken en zo. Maar daar ben je dan toch op de een of andere manier, kijk je daar overheen. Dus daar heb ik allemaal mooie nieuwe zakken genaaid. Van heel stevig katoen van de kast van de zolder, weet je wel. Want ik mag niets kopen. Met stukjes koord. Hartstikke leuk. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een... Ik heb van die leuke nylon boodschappentasjes die je tegenwoordig allemaal hebt. Die in zo'n heel klein tasje passen. Ja. Maar op een gegeven moment scheuren die bodems eruit. Daar heb ik er twee van gerepareerd. Oh ja? Ja. Ja, want... Nou, dat is nou iets. Dus dat stuk is, gooi ik het weg. Oh ja, nee. Ja. Ik repareer alles en ik maak overal nog wat van. Maar dat soort dingen, nee, die gooi ik gewoon weg. Nee, ja, ik kan er eigenlijk niet tegen om iets weg te gooien. Nee, helemaal niet als het zo plasticerig is. Nylon. Oh ja, en over huisvleit gesproken. Wat heb ik hier? Dit is een gordijn wat ik gemaakt had voor de camper. Wat schattig met dat rode eraan. En dat gordijn, dat was eigenlijk niet net niet breed genoeg. Kijk, wat vind je überhaupt van deze geweldige 50er? Ja, precies. Helemaal mijn ding. Ja. En dat gordijn, het was niet breed genoeg. En het moet bovendien met klittenband aan de zijkant vastgezet worden, want het kiert. En toen heb ik daar een stuk aangezet van een lap die ik ooit zelf bedrukt heb. Oh ja? En als je nou heel goed kijkt naar dat rode, naar dat zwarte patroon op die rode lap, dan zie je dat een bundel in elkaar gedraaide, gestreepte lappen is. En dit komt nog uit mijn opleidingstijd van de Stichting Opleiding Leraar. Dus deze lap is ook al heel 40 jaar oud of zo. Maar even heel wat anders. Dit heb je zeker genaaid toen je nog rookte. Hebba. Ja, vieze? Ja, nou je het zegt. Ja, dat heb ik uit de camper gehaald. En ik heb nog gerookt in de camper. Ach, ja zeg. Ja, maar waarom heb ik nu dit als huisvleit? Omdat kijk, die gordijnrail in de camper zit. Zo daarboven zit een uitstulping. Waardoor iedere keer... Ja, maar deze haken zijn ook niet voor dat band bestemd. Dat zijn kleinere haakjes. Ja, maar die had ik dan weer niet. Ja, en die heb ik wel, maar ik snap wel. En ik weiger om nog iets bij te kopen, want ik heb nu inmiddels een hele plastic vouwtrommel. Vol met honderden meters gordijnband, haken, plastic haken, nylon, van alles. En alles, het komt allemaal ook uit de boedel van Ineke, toen zij kleiner is gaan wonen. Oh ja, je hebt zelfs twee verschillende kleurtjes banden. Ja, dus twee verschillende want er mag niets meer bijgekocht worden. Ja, dit is wel heel leuk, want dit is speciaal plooibaar. Oh, drie verschillende stukjes. Maar, drie. Nou, zie je, ik maak... Mijn moeder naaide vroeger ook de gordijnen van dit, maar dan moeten er dus eigenlijk kleinere haakjes in en dan... En dan pak je een plooi en dan doe je die met die haak maak je dan de plooi. Dus dat is heel anders dan... Ja, maar omdat dit steeds scheef ging
En uit elkaar heb ik die plooien er allemaal ingestikt. Ja. Want het bleef maar lelijk zitten. Dus maar nu, ga je dit vast? Ja, dus kijk dan als je ze hieronder even vastzet. Ah, ja, okay. Dan kan dat. Dan kan dat. Dan gooi ik even een tientje in de... Oh ja, gooi je mijn tientje er ook maar in. Oh, je hebt ook een spiksplint. Ja, er komen er altijd nieuwe biljetten uit. Nou, die van mij waren ook allemaal spik. Is het nou spiks? Ja, spik. Van spik en span. Spik splinternieuw. Mijn man zei vroeger altijd... Ach, gatsie, dan weet ik het niet meer, hè? Zei hij dat of... Nee, dat zeg ik niet. Ah, die zei altijd iets heel doms. Dat we ook schaduw vertellen. Alles wat we over hem kunnen vertellen wat hij de doms is, dat moeten we dan even vertellen. Even in de ere houden. Nou, ik weet niet meer, maar... ik kom vanzelf weer een keer boven de lijn. Dus terwijl jij die stinklap even... Nou, zeg! zie je nou hoe vies roken is? Ja, ik vind roken is heerlijk. Maar het is natuurlijk gewoon heel vies. Ja. Ja. Je hebt wel een flinke zomer in. Ja, omdat ik... Met een loodveter. Met een loodvetertje. Hoe zwaarder ze hangen, hoe beter het is. Ik moet even mijn handen wassen, want ik heb een suikerbroodje gehad. Lekker, hè? Suikerbollen. Ja, waar komt dat uit? Weet ik niet. Zijn ze bij jou thuis ook altijd? Nee, want wij spraken thuis geen Fries. Nee, wij ook niet. Maar als we suikerbrood hadden, dan zei mijn moeder altijd... Lekker, mem, suikerbollen. Oh, dat komt vast uit Afkastiental. Oh, Afkastiental. Ja. Nou, maar goed, nou doen we wel wat, want ik ga even breien. Omdat snappen de kijkers eigenlijk wat ik nu aan het doen ben? Ja, je zet je haken vast omdat ze veel te groot zijn voor het band en er dan een keer uitvliegen. Oh ja, nou ja, en want ik heb laatst ook weer gordijnen voor Erik, zijn B&B aangepast. En dat heb ik ook weer gedaan met behulp van alles wat er uit die plastic trommel kwam. En het is ook pas nu jij dat zegt dat ik denk, oh ja, kleine haken, dan had ik dit probleem helemaal niet gehad. Ja, ik weet ook niet, verkopen ze die haakjes nog wel in het band? Want ja, is dat weet ik niet, want dit. Het is eigenlijk een heel vervelend systeem. Ja. Ik gebruik tegenwoordig, ik naai gewoon... Ik heb het alleen nog gedaan stroken in. Toen mijn zolder nog dusdanig leeg was, dat je de knieschotten kon zien. Toen heb ik daar gordijntjes voor genaaid. En van die ongebleekte katoenen gordijntjes. En daar heb ik toen dit band in de haken voor gebruikt. En verder uit nooit weer. En het vervelende is, ik heb die gordijntjes een keer gewassen... Maar als je ze wast, moet je al die haken eruit halen. En die zijn er nooit weer ingekomen. Ja, dus ik gooi dit straks met haken en al. Oh, doe je het in een sloop of zo? In de wasmachine. In een sloop of zo. Want anders dan zou ik nu... Nee, niet in een sloop. Oh, dat kan ook niet anders meer, want je naait ze nu vast. Ja, want ik naai ze nu vast. Nou, maar doe je ze dan zo in de wasmachine? Zonder een sloop of zo? Want dan kan ze die haken vast... Oh ja, die gaan natuurlijk in die gaatjes in de trommel. Heel goed dat je het zegt. Dan moet je wel een sloop of zo omheen doen. Mag een oud sloop zijn. Maar dat moet dan wel een hele grote sloop zijn. Nou, ik kan hoop in de sloop. Oh, wacht. Ik heb nog een hele grappige nylonachtige waszak. Oh, nou ook leuk. Die je moet gebruiken... Om te voorkomen dat er plastic deeltjes in het uitwassen en in het oppervlaktewater komen. Dus, en daar kan het hele gordijn wel even in. En die waszak die... En daarna moet ik vervolgens het hele gordijn natuurlijk weer strijken. Filtert. Ja, ik heb nu een jurkje aan, dat hoef je niet te strijken. Dat is zo fijn. Ja. Maar die waszak die filtert dan het plastic eruit? Ja. En dat zou dan weer in een rand moeten... Dus het is als het ware een kussensloop. Daar doe je bijvoorbeeld je synthetische hemdjes en onderbroeken en vliestruien. Schijnen ook heel erg te zijn. Dat geeft allemaal plastic deeltjes af in de wasmachine. Dat snap je natuurlijk ook wel. En die blijven dan in een speciale klitrand in die waszak hangen.
Maar nou gebruik ik dat al een hele tijd. Maar ik zie daar nooit... dingen aan zitten. Pluisjes of dingetjes. Verzameling, plastic. Nee, dat je denkt, oh, dit is heel zinvol dat ik dat gedaan heb. Maar ja, die plastic deeltjes, die zijn zo inimini-pini klein. Ja, maar ja, die komen wel allemaal in de, voor zover er nog überhaupt nog vissen zijn. Want Nederland is het land met de meeste achteruitgang in de biodiversiteit. Dus er is straks nog maar één vis. En die heeft dan al die plastic deeltjes. Nou, die moet je vooral niet opeten. Opgeslokt. Die lussen we dan ook niet meer, want die smaakt naar plastic. Weet je niet meer of het nou een plastic visje is of een echte. Ja, nou, het is om te janken toch, ja, eigenlijk. Ja, dat vind ik zo triest. En hoeveel haken moet ik nog? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dit gaat best snel. Dit ook. Dit gaat sneller dan mijn jakwol. Ik weet niet waarom dat is. Ik heb net de steek laten vallen. Oh jee. We kunnen dit er ook uitknippen, dan ben je ineens klaar. Ja, dat kan ook. Ja. Hoezo? Heb je geen zin meer om met mij te praten? Of, ja, maar dan duurt het zo lang. Of zo, als in de Eriksen familie. Ze dan, die waren met drie jongens en dan gingen ze elkaar treiteren op de bank. De poes afpakken en allerlei vervelende dingen tegen elkaar zeggen. En als één jongen dan in staat was geweest om de poes af te pakken of wat dan ook, dan zeiden ze in zijn familie, niks meer te zeggen. Dus misschien dat jij nu ook niks meer te zeggen hebt tegen mij. Wat gekke dat wij vroeger onze dieren best wel treiterden. Nou ja, maar ik bedoel, niet. De poes afpakken, dat is natuurlijk niet aardig. Nee, want dan gingen ze ook heel hard aan die poes trekken. Ja. Die poes, die heette Binky. Weet je wat wij thuis deden? Mijn moeder kookte altijd pudding met melk van de boer. Dat was heel lekker. Dat was een hele romige pudding. En dan kookte ze dat. Ja, en ik durf het haast niet te zeggen, want dat is natuurlijk ook heel goor. Maar dan zetten ze die pannen, die zetten ze, die, als die afgekoeld waren met die pudding. Pudding, wat je dan lekker uitslikt en zo. Dat zetten ze dan op de grond. En dan mocht de hond die pan uitslikken. Nou ja, jij laat de hond de restanten van onze gebakken eieren ook opeten. Ja, maar dan, hij eet niet van het bord. Hij eet vanuit zijn bakje of ik geef het hem zo. Maar in ieder geval, dan bonden wij een touw aan het oor van die pan. Als die hond dan, oeh, lekker, dan trok hij van. En dan werd die hond zo neidig van. Dan zat hij, die pan op te happen. Die pannen van mijn moeder zagen er niet uit. Ja, wat gemeen eigenlijk, hè? Weet je wat mijn katten nu weer doen? Ik had laatst een nieuw kattenspeeltje gekocht. Ik wel, dat is dan zo'n raar namaakbeest. Een eekhoorn. Muis. Of zo. Oh, een eekhoorn. Zitten katten ook al achter eekhoorn? En daar zit van dat catnip in. Oh, wat ze, ja, lekker vinden. En ritselpapier, net zoals voor baby's. En nu nemen ze die dingen s'nachts. Slepen ze die dingen boven. Dan gaan ze op de overloop helemaal aflikken. En er zijn er twee. En dan neem ik ze 's ochtends weer mee naar beneden. En dan de volgende ochtend na de nacht. Dan liggen ze weer boven op de overloop. Hoe vind je dat? Grappig vind ik dat. Ja, gekke beest. Ik weet ook niet precies wat de bedoeling is. Waarom ze dat of het een, ja, offerande is. Of dat ze vinden dat die knuffeltjes mee naar bed moeten of zo. Oh. Ik kwam gisteravond beneden. Want ik was 's avonds aan het werk geweest. En ik loop naar beneden. En ik denk, wat is die koud? Staat de achterdeur open. En dat is op zich niet zo erg. Want de kachel staat toch niet aan. Maar ik pak brokjes voor de hond. Zal ik in haar bak doen.
En dan zitten er 3 enorme grote naaktslakken in die bak. Godver. Ja. En er 2 waren onderweg. Die liepen op de vloer, zo tussen de deuren. Ja. En er zat een salamandertje. Een salamander? Ja, zo'n salamander. Oh. Zo'n heel klein in zat gewoon in de keuken. En die, wat bijzonder. En die zat helemaal zo. En die dacht, als ik nou maar niet beweeg, denk ze waarschijnlijk gewoon dat ik een blaadje ben of zo. Maar ik zag het wel, want het had 4 pootjes in de staart. Dus ik heb al die slakken en die salamander, die heb ik allemaal de deur uitgegooid. En toen zag ik dus voor de deur, zeg maar buiten nog, allemaal slakken. Die waren onderweg naar die bak. En die bak was gewoon leeg. Ja, die waren natuurlijk geroepen. Joehoe! Oh, je kan hier nog een festival afslikken. Het smaakt wel, er zit niks in, maar het smaakt wel lekker. Zoiets. Ja. Ja, nou. Je weet toch dat egels houden ook heel erg van kattenvoer. Kattenvoer, zo, ja. En hondenvoer. Maar er zat niks in, want die hond. Oh, misschien dat die hond daarom altijd gelijk die bak leeg eet als ik er wat in doe. Alsof ze uitgehongerd is. Oké, ga ik nu ophangen? Dat kunnen we doen. Oh, leuk, dan kunnen we even binnenkijken. Ja. Gaan we doen. Oké. Nou, tot zo.